1. Je krijgt er een stevige huid van. Een eenvoudig ijsblokje kan een geweldig alternatief zijn voor een hoop commerciële toners. De kou zorgt ervoor dat de poriën kleiner worden en je huid nog lang daarna heerlijk zacht aanvoelt. Nadat je het ijsblokje op de huid hebt aangebracht, zal je huid strakker gaan staan, waardoor je huid steviger wordt en rimpels en verslapping verminderen. Je kunt deze methode zelfs gebruiken op je benen en billen, ter ondersteuning van verstevigende oefeningen. 2. Ijstherapie vermindert rimpels. Dit natuurlijke ingrediënt heeft een zeer interessant effect op de bloedvaten onder de huid. Zo kan het helpen om de bloedsomloop te verbeteren, waardoor de huidcellen beter van zuurstof worden voorzien. De koude temperatuur helpt om ontstekingen onder controle te houden en houdt de negatieve gevolgen die vrije radicalen hebben op het huidweefsel in bedwang. Door regelmatig ijs op je huid aan te brengen, zal je huid stevig en elastisch blijven. Dit is van essentieel belang om fijne lijntjes en rimpels te voorkomen. 3. Gaat wallen en donkere kringen onder de ogen tegen. Het ontstaan van donkere kringen of wallen onder de ogen is iets dat vrijwel iedereen graag wil voorkomen. Problemen met bloedsomloop en vochtretentie zijn de voornaamste oorzaken van deze problemen, hoewel ze ook kunnen worden opgewekt door het gebruik van bepaalde cosmetische producten of een slechte slaapkwaliteit. Gelukkig kun je donkere kringen onder je ogen in slechts een paar minuten al drastisch verminderen door te profiteren van de ontstekingsremmende werking van ijsblokjes. Masseer de huid gewoon vlak voor het slapen gegaan en net nadat je wakker wordt een paar minuutjes met een ijsblokje. 4. Gaat een vette huid tegen. Ijsblokjes zijn zeer handig om ervoor te zorgen dat de talgklieren in je huid niet te veel talg aanmaken, wat ervoor zorgt dat je huid vettig wordt. De vochtinbrengende en samentrekkende eigenschappen trekken diep in je poriën om opgehoopt talg te verwijderen. Nadat je een paar minuten met een ijsblokje over je huid hebt gewreven, zal je zien dat je huid veel minder glanzend is en heerlijk zacht aanvoelt. 5. Vermindert een droge huid. Hoewel ijs een zeer handig ingrediënt is om een vette huid tegen te gaan, is het ook een hartstikke goede oplossing voor mensen die een te droge huid hebben. De vochtinbrengende werking zorgt ervoor dat de huid geen onnodig vocht verliest, waardoor de huid vochtig blijft en dode huidcellen makkelijker worden verwijderd. Doordat ijstherapie de pH-waarde van de huid niet aantast, is dit een perfecte ondersteuning voor producten en behandelingen die bedoeld zijn voor de droge huid. 6. Verzacht zonnebrand. Dankzij de verkoelende en vochtinbrengende werking is ijstherapie geweldig om zonnebrand te behandelen. Het kan ervoor zorgen dat de jeuk en het vervelende brandende gevoel verminderen en zorgt er tegelijkertijd voor dat de huidcellen zich sneller herstellen. 7. Ijstherapie voorkomt acne. Omdat ijstherapie kan helpen om de poriën diep te reinigen, is dit een zeer interessante manier om het ontstaan van meeeters en puistjes tegen te gaan. Door ijstherapie 2 keer per dag toe te passen zullen onzuiverheden verdwijnen en dode huidcellen worden verwijderd. Dode huidcellen die zich op het huidoppervlak opstapelen, zijn zeer vaak de oorzaak van dit soort problemen.